In die brief staat dat we een echt goede oplossing willen voor de kruispunten inhalen. Die zijn echt verkeersonveilig. Ook dit kruispunt aan de stationsweg bij die Chinees waar we nu staan is echt onveilig. Laatste jaren nog drukker geworden, maar al daarvoor ook al jaren heel onveilig. We willen echt een goede oplossing en geen labwerk. Nou, noemt u wat voorbeelden? Nou, de inwoners hebben aangegeven dat bij de stationsweg dat daar gewoon verkeerslichten noodzakelijk zijn. Nou, zoals we naar de plannen kijken van Rijkswaterstaat is dat niet aan de orde en zal dat niet gebeuren. Is er ook onvoldoende geld om dat te doen? Dat is de argumentatie. Het is heel onduidelijk wat de Rijkswaterstaat wil. Die heeft wel een aantal meepraatsessies georganiseerd voor de inwoners, maar niet naar de inwoners geluisterd als het gaat om oplossingen. En dat moet gebeuren. 20 december, dan wordt de knoop doorgehakt, maar dat is wat uw partij en andere partijen betreft te vroeg, hè? In ieder geval voor onze partij te vroeg om de plannen zoals die door Haarlem zijn neergelegd, dat zijn goed onderbouwde plannen om die goed te beoordelen. En ook naar geld te zoeken om ze uit te voeren. Maar goed, iedereen is gebaat bij een snelle aanpak. Ja, maar beter goed dan te snel en lapwerk.